Hoe ga je om met het overenthousiaste, hyperen gedrag van je hond ten aanzien van bezoek? Stap 1. Herken het gedrag. Wat laat je hond zien? Bijvoorbeeld blaffen, piepen, opspringen, rondjes draaien, tongelen, happen of opdringerig om aandacht vragen. Stap 2. Analyseer het gedrag. Wanneer begint de opwinding? Is dat al bij het opruimen van je huis? Bij het wachten op je bezoek? Als de bel gaat? Als het bezoek binnen is? Als het bezoek zit of als het ineens gaat bewegen, bijvoorbeeld naar de wc moet. Stap 3. Voed je bezoek op. Dus geen aandacht, geen oogcontact, niet tegenpraten, niet aanraken. Gewoon geen enkele interactie met mijn hond, alsjeblieft. Stap 4. Leer je hond wat je van hem wilt zien. Leer hem nieuw gedrag aan en maak hiervoor een gedegen plan. En nog heel belangrijk, houd je aan het plan. Stap 5, en het klinkt cliché, maar geduld, geduld, geduld. Oefen met oefenbezoek, die luisteren naar jouw instructies en precies doen wat je zegt. Dus geen bezoek die denkt, oh, maar ik heb al jaren hond hoor, wat kijkt hij blij, maar hij kwispelt toch? Nee, dat bezoek niet. Fijn oefenbezoek scoren. Wil jij leren hoe je dit doet? Ik ga je er alles over vertellen tijdens Ammers College Bezoek Begroeten. Op donderdag 22 augustus om 7:30. Gewoon via Zoom. Ticketprijs is €35 en je kan je ticket bemachtigen door hieronder BB College te typen. Zie ik jou dan?